Eerder in Deventer werd het 2-1 voor Coets. McIntosh met een diepe bal richting McDonald. Die is sterk in duel met Opdam. McDonald afleggen. Het eerste schot is van der Water. Jack de Gier was ooit nog een jaar lang speler voor Go Ahead Eagles. Nu de huidige trainer bij Almere City. Dit is goed van Hendricks. Hendricks krijgt de bal terug. Het is een hoekschop. Go Ahead met een ander systeem. 5-3-2 om verdedigend meer zekerheden in te bouwen. Krijgt hier de kans voor aanvoerder Schenk bij de tweede paal. En zo laat de ploeg van Jan van Staan zich ook gelden in de openingsfase in Almere. Owuzu draait goed weg bij Opdam. Owuzu komt Opdam dan nog een keer tegen. McDonald, Owuzu. Ja, dit is goed voetbal van Almere. En daar komt 1-0 aan. Salasiwa. Goed gespeeld door de thuisploeg. En in minuut 20 is het dan zover. Aardig hakballetje van McDonald. Owuzu vindt Salasiwa. En dan staat het 1-0. En loopt Go Ahead Eagles weer eens achter de feiten aan. Sinds de overname van Jan van Staa slechts 1 keer gewonnen. 5 punten pakte Jan van Staa met zijn Go Ahead in 8 wedstrijden. En dan kun je niet spreken over een schokeffect van de Water. Bal gepakt door Sonny Stevens. Opnieuw Almere. Helemaal vrij op het middenveld. Ja, zo kom je wel aan het voetballen natuurlijk. McDonald van afstand. En weer Stevens. Ja, hij is dit seizoen met afstand de beste speler bij Go Ahead Eagles. Ja, je kan er wel met 2 spitsen spelen. Maar ja, dat geeft natuurlijk de backs bij Almere ontzettend veel ruimte. Van Buren kan er ook van profiteren. En zo is de ene aanval na de andere aanval voor Almere. Van der Water probeert het ineens. De smaakmaker van de laatste weken. En de problemen zijn groot voor de ploeg van trainer Jan van Staan. Dat Almere Go Ahead Eagles alle hoeken van het veld laat zien. Sporadisch komt de ploeg eruit. Weer van der Water. Zo. Ruim 100 km per uur. De bal spat ineen op de kruising. Opnieuw van der Water. Salasiwa. Owuzu. Ja, heeft ook geen directe tegenstander, dus veel ruimte. Ja, en hij is gewend om te voetballen omdat hij uit de Ajax-school komt, deze Owuzu. De man met 13, Owuzu, draait naar binnen. Owuzu! En zo is Almere in zijn element, want de laatste 2 wedstrijden gingen verloren. Thuis tegen Dordrecht en vorige week kreeg de ploeg van de Gier een pak slaag in Os. McDonald in duel met Ketting. Het is een hoekschop. Klein uurtje onderweg in Almere. Een goed aangesneden hoekschop bij de tweede paal. Kvida. Ook helemaal vrijgelaten. De huurling van PEC Zwolle. Dit mag doorgaan van de scheidsrechter. Ahanach. Salasiwa op Van der Water. Met Schenk tegenover zich. Van der Water is op dreef. Van der Water. Van der Water. Dat is de tweede keer dat hij iets raakt. Helemaal tot bloei gekomen dit seizoen bij Almere. McDonald, de man met overzicht. Aanname niet goed van der Water. Weggewerkt door Schenk. Als je hem goed had aangenomen was de weg richting de goal heel kort geweest voor Van der Water. Nu deze voorzet. Van der Water. En zo blijft Go Ahead Eagles nog in de wedstrijd. Na ruim een uur spelen. Van Buren met een vervuurpijl. Richting Ahanach. Opdam is weg. Ook Suk is weg. Ahanach. Begnadigd voetballer Ahanach. Ha, heerlijk gedaan. Goeie goal. Salasiwa met zijn tweede van de avond. En het huzarenstukje komt natuurlijk van Ahanach. Dit is een huzarenstukje, zeg. Ja, de verdediging helemaal zoek gespeeld bij Go Ahead. 2-0, wedstrijd over. Zou je zeggen dan. Van der Water. Krijgt hij zijn moment nog. Van der Water was een paar keer dichtbij. Van der Water, zo. Zo. En zo blijft Almere spelen met Go Ahead. En mag Go Ahead Eagles blij zijn dat het slechts 2-0 staat. Beltrame. Niet in de basis. En Hendricks. Met een klein kansje. Maar die moet zich eenzaam gevoeld hebben in de spits. Want Go Ahead heeft weinig kansen gehad. En leidt een terechte.